Uit onderzoek blijkt dat veel ouders hun kinderen controleren op het gedrag op het internet. In de galerij in Almelo vroegen we enkele passanten hoe zij over deze controle dachten. Ik vind het dat het aan de ouders ligt. Kijk, het ligt eraan of je je kind vertrouwt of niet. En ja, als je kind te vertrouwen is, vind ik het onnodig. Heel goede zaak. Ja, moeten ze dat blijven doen. Vertrouwen is goed en controleren is beter. Met appjes en pesterijen en toestanden moet gewoon veel meer controle op zijn. Als je zelf ouder zou zijn, hoe zou je een en ander aanpakken? Nou, ik ben zelf moeder. Mijn kind is 2,5, dus ik heb nu nog niet zoveel te maken met het internet. Maar ik denk dat ik vooral samen met hem het gesprek zou aangaan. Van, goh, waarom kijk je bijvoorbeeld bepaalde vlogs en bloggers? En waarom kijk je naar bepaalde filmpjes? En wat kijk je dan? En toch het gesprek wel aan zou gaan met hem. Ja, de hedendaagse techniek, daar ontkom je dat niet aan. Ja, en ja, kinderen opvoeden, daar hoort dat volgens mij gewoon bij. En heeft controleren dan zin? Ja, dat ligt natuurlijk helemaal van het begin van de opvoeding af natuurlijk, hoe goed je kinderen luisteren. Je hebt jezelf natuurlijk wel een behoorlijke vingerman in de pap natuurlijk, maar ja, ieder mens is niet gelijk, hè. Dus de ene ouder denkt er toch anders over als de andere. Wat vind jij daarvan? Ik vind het vervelend. En wat is de reden dat je dat vervelend vindt? Ik vind het vervelend als mensen mij de hele tijd op de vingers kijken en wat ik aan het doen ben en elke keer op mij gaan letten. Daar hou ik niet zo van. Hoe zou het anders kunnen? Duidelijke afspraken maken. Ja, duidelijke afspraken maken ook, ja. En ja, gewoon je huis wegmaken. Veel mensen houden ervan om afspraken te maken. Denkt u dat het een goede oplossing is? Het lijkt een hele makkelijke oplossing, maar ik denk dat het bij pubers in de werkelijkheid, in de realiteit, niet zo makkelijk gaat. Waarom is dat niet zo gemakkelijk, denkt u, met pubers? Omdat pubers natuurlijk ook heel moeilijk zonder internet kunnen. Ik bedoel, op het voortgezet onderwijs hebben ze het al nodig voor school. En het zijn ook hun sociale contacten. Ja, vind ik wel een goede zaak. En wat is de reden dat u dat een goede zaak vindt? Omdat je tegenwoordig niet meer weet waar je aantreft. Ik bedoel, er zijn kinderfilmpjes waar gewoon andere dingen in zitten dan wat eigenlijk de bedoeling van het filmpje is. En hoe pak je zoiets aan? Meer toezicht, denk ik. En dat is met die kijkwijzer, dat is wel slim, denk ik, dat je ook voor YouTube en zo een kijkwijzer maakt. Dat zou een goede manier zijn om een en ander te controleren. Ja, dat denk ik wel, ja. Wat zijn zoal de gevaren? Nou, ik denk dat als jonge kinderen heel veel te maken krijgen met bepaalde beelden, filters, ook woorden, hoe mensen tegen elkaar praten via het internet, is toch of een heel mooi gesprek met je kind in kan krijgen van hoe het nou echt zit en hoe je er nou naar moet kijken. En dat het internet eigenlijk gezien moet worden met een filter en niet met dat het echt allemaal waar is wat op internet staat.